Ja. Je hebt helemaal niet te rammelen, hè? Je kwam gewoon uit jezelf. Hier, neem een paar snoepjes. Er is wel nog wel een paar. Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Lina, kijk eens uit. Ik ga vandaag weer een review doen. Eentje, ik heb een maaltijd gevonden bij de Action. Ik zag het al in de titel. En ik had vorig jaar, ergens in april, had ik Fusilli Pesto van de Action gereviewd. Dat was een gerecht van €1,19 voor in de magnetron. Maar dat was een drama. Ik heb het gerecht een 2 gegeven. Het was niet te eten. En ik heb het toen ook meteen in de vuilnisbak gemikt. Dus, en ik had deze. Heb ik al eerder zien liggen, maar ik durfde het eigenlijk niet aan. Deze is ook heel goedkoop. Deze was geloof ik €2,39 of €2,49. Ik ben het bonnetje kwijt. Maar ik dacht, ja... Maar goed, ik dacht, weet je, voor het geld hoef ik het niet te laten. Ik ga het gewoon proberen. Straks is het een verborgen pareltje van de Action. En moet je dit vooral gaan halen. Of het is 3 keer niks, dan heb ik jullie weer mooi kunnen waarschuwen. Dus, ja, de verpakking ziet er mooi uit. Indian Curry Chicken with Rice van Tummy Time. No added preservations, bla bla bla. Ready to eat in just 3 minutes. Nou, je moet in een magnetron doen, gaatjes erin prikken. 3 minuten op 800 watt. Dan ga ik even naar de ingrediënten toe. Kip in currysaus met persik en rijst. Gesteriliseerd product, verpakt onder beschermende atmosfeer. Ingrediënten, saus 49%, water, persik 5%, room van melk, gemodificeerd zetmeel, suiker, raapzaadolie, zout, specerijen, curry 0,25%, knoflook, curcuma, zwarte peper, gekookte witte rijst 39%, water. En dan komt er weer allemaal hetzelfde wat ik net al zei. En kippenvlees 12%. Hier is ook nog een snoepje. Ja, eerst gaan we dit even opwarmen. Nou mensen, ik heb trek. Het is 4:15 bijna. Ik moet over een uur en over anderhalf uur weg naar mijn werk. Dus ik ga even lekker wat eten. En als het nou echt niet te nas is, dan gooi ik het weg. Dan heb ik hier nog een bak met homemade bolognese staan met tagliatelle. Zo, ik heb eten sowieso. Nou mensen, blijf vooral kijken. Daar gaat hij. Nou, dan gaan we eerst de wikkel eraf. Nou, het ziet er wel een mooie verpakking. Ja. Zo ziet het er dus uit. Ja, het ziet er in ieder geval beter uit dan die Fusilli Pesto van vorig jaar. Het lijkt niet heel veel. Hoeveel gram is het eigenlijk? Even kijken. 330 gram. Oké. Okay. Nou, een hengst ik een paar gaatjes in de folie. Ik lik even het puntje van het mes af en ik proef ook curry. Nou, in de magnetron ermee. Ik stop het in de magnetron, poes. Even kijken. Ik had hem al op 800 gezet. 3 minuten. Dat is van mij benieuwd, poes. Weet je nog vorig jaar die andere die had ik weggegooid, hè? Was zo vies. Een kopje aan de camera, goed zo. Ik moet zeggen, hij moet nog een minuutje, maar het ruikt wel lekker in de keuken. En ik ben geen expert in de Indiase keuken. Ik heb wel eens curry gegeten, maar... Daar moet ik me ook eens vaker in verdiepen. Nou. Bijna klaar. En nog een paar snoepjes. Kijk eens. Lekker. Voedertijd. Ja, even kijken. Gloeiend heet. Ja, juist. Auw, het is echt gloeiend heet. Heel het ding eraf. Maar bang dat ik te hard aan trek. Kijk. Even deze bij het oude plastic. De saus is heel erg dun. Nou, het ruikt op zich wel prima, maar
En hoe gaan we dit doen? Wacht, ik gooi het gewoon zo. Nou, ik zie de kip zitten. Nou, eens even door elkaar husselen. Nou, ik weet het niet hoor. Even ruiken. Ja, het ruikt op zich prima, een beetje gekruid. Maar ik weet niet of die saus zo dun hoort te zijn. Mijn curry. Het heeft een hele vreemde kleur dit volgens mij, voor mijn gevoel. Nou, het zal mij benieuwen. De baasje gaat wat eten proeven. Jij vindt het ook lekker ruiken, maar hier mag jij niks van. Nou. Tummy time. Hey tummy. Nou, even die saus nog een beetje beter doorheen scheppen. Lijkt een beetje op risotto of zo. Nee, dat is ook geen zin. Nou. Ik ben benieuwd. Nou, in ieder geval al een stuk beter dan die fusilli pesto. Smaak is op zich. De kip is nog vrij mals. Hij mist zout. Hij mist pit. Heel erg... Ja. Ja, het heeft wel smaak op zich, maar allemaal net, het is het net niet allemaal. Het is natuurlijk leuk voor als je low budget op vakantie gaat en in hostels gaat slapen. Daar hebben ze meestal een magnetron en als je dan een paar pakken van dit in je tas gooit, is het beste hachelen, zeg maar. Het is heel flauw. Ik ga het wel opeten, ik mik er zelf even wat sambal bij. Nee, het is echt heel flauw. Cijfer 5,5. Meer kan ik er niet van maken, sorry. Ja, het heeft een vreemde... Hoe zeg je dat? Ja. Een processed food smaak. Heel erg. Ik ga even kijken wat die sambal doet. Ik gooi er gewoon wat sambal oelek bij. En een beetje zout. Dat is echt heel flauw. Oh, dit maakt het wel iets beter. Ik moet eten, dus ik eet het op. Maar dit was wel eenmalig. In ieder geval, dit is een stuk beter dan die fusilli pesto. Dat was echt een drama product. Dat was echt heel vies. Nou, zo is het wel te doen. Dus moet toch eens een ander iemand aannemen bij Action voor dit soort dingen. Maar ja, het is natuurlijk spot goedkoop, dus ja. Dan mag qua productie ook niks kosten. Denk ik. Oeh, dat is nou wel heel pittig. Nou mensen, mijn advies. Laat dit lekker links liggen. Zoek op internet een recept voor een mooie Indiase curry en maak het zelf. Ben je iets meer kwijt, maar nu net wel 10 keer beter. Ik heb rare harde stukjes in nu. Nee. Oké, mensen, ik wens jullie verder een fijne donderdag toe en ik zie jullie zondag bij de volgende. Doei!